er kan altijd sprake zijn van ja, dat er delen van het wrak zullen gaan knakken. Dat kan. Het meest spannende is natuurlijk van, komt hij eruit in zijn volle omvang? Ja, we werken daar al heel lang naartoe, dus ja, ik vind het wel heel spannend hoe die er dan uitkomt. Wordt het buigen of barsten voor de Kamperkoggen? Na 600 jaar op de bodem van de IJssel te hebben gelegen, komt die 10 februari naar boven. Een werkje van passen en meten. We gaan dus, we hebben op alle banden die onder het wrak door zijn aangebracht, daar zitten de krachtmeters op, dus we weten hoeveel krachten we uitoefenen op de koggen. In het wrak zelf komen bewegingssensoren op de dwarsbalken, dus op het moment dat wij kracht gaan zetten op de romp, dan kunnen we zien of het effect heeft, of er vormveranderingen optreden. En als die optreden, kunnen we ingrijpen. Ja, verder zullen we ook tijdens het hele bergingsproces het onderwater monitoren. Dus ja, we doen echt alles aan om het zo intact mogelijk boven water te krijgen. Maar nogmaals, ja, het blijft een wrak en de interne stevigheid van het wrak zelf kunnen wij niet maximaal controleren. En daar zit dus het grote risico. Onverwachting klopt ons hart. De kogge is het symbool van de Hanze. En ik heb begrepen dat het schip in een hele bijzondere staat is. Het is voor ons ongelooflijk belangrijk om met iedereen mee te beleven hoe het schip straks boven water komt. Spanning ten top dus in Kampen. Hoe is de kogge eraan toe? Ook commercieel Kampen kijkt reikhalzend uit naar de lichting. Ik nodig ondernemers uit om daar creatief mee om te gaan en leuke dingen te bedenken. Dan kun je denken aan koggenmenu's, aan koggenovernachtingen, stadswandelingen in combinatie met, nou ja, noem het maar. Zij kunnen dat aanbieden en ze kunnen dat ook ontsluiten op onze website. Want door al die media-aandacht komen natuurlijk heel veel extra bezoekers op onze website. En als je daar dan zichtbaar bent, zorgt voor meer bestedingen. Veel media-aandacht, want het lichten van de koggen is uniek. En het is allemaal onder water en onder zand, voor ons 600 jaar verborgen gebleven. En dat je nu met eigen ogen mag gaan schouwen hoe dat eruit ziet, dat zal een heel bijzonder moment zijn. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel hele bijzondere scheepsarcheologische vondsten. Iedere periode heeft zo zijn highlights. Maar dit is voor de 15e eeuw en de Hansetijd en de koggenschepen is het wel een van de meest bijzondere. Laten we ervan uitgaan dat hij in één stuk boven water komt. Dan gaat de kogge naar Lelystad. In een speciaal gebouwde hal wordt het schip daar geconserveerd en gerestaureerd. En om zijn vracht te conserveren heb je maximale controle over de temperatuur en de vochtigheid nodig. Want dat is een heel delicaat proces waarbij je eigenlijk al het water uit het hout probeert te halen en de kunststof in de plaats probeert te stoppen. Nou, en dat proces moet je maximaal zien te controleren en daarvoor is die ruimte nodig. En waar we op dit moment op inzetten is in een livestream vanaf de koggenwerf naar de vanaf de Bataviawerf naar de koggenwerf, zodat je op de koggenwerf eigenlijk live de vorderingen van de conservering kunt volgen. Met een beetje geluk is de Kamperkogge na 3 jaar klaar om tentoongesteld te worden. Het liefst natuurlijk in Kampen. Kijk, alles hangt natuurlijk af van hoe goed hij uit het water komt. Maar als hij eenmaal goed uit het water is gekomen, als het lukt en de conservering is afgerond, dan kun je met dit object echt een symbool voor de maritieme historie van Nederland en ik denk ook wel voor Noordwest-Europa binnenhalen. Dus Kampen moet deze kans gewoon niet laten liggen. Wij gaan de tijd ook benutten om te kijken hoe wij dit icoon van de Kampergeschiedenis en van de Hanzegeschiedenis en van het landschap van de IJsseldelta in brede zin, hoe wij dat de waardige plek kunnen geven die dit toekomt.